Dames en heren, welkom allemaal bij deze Soeterbeek-avond. Mijn naam is Lisa Doeland, ik werk bij het Soeterbeek-programma. En ik zal deze avond modereren, de gespreksleiding doen, in ieder geval ook van het gesprek dat u straks gaat zien. Maar laat ik eerst vertellen waar het vanavond allemaal over gaat. Kort, want u heeft vast de tekst ook al gelezen. Freud anno nu, zo doopten wij deze avond. En de vraag is, wat kunnen we nog met de inzichten van de grondlegger van de psychoanalyse, Sigmund Freud? Zijn denken is niet onomstreden. Bij zijn leven nog werd er gezegd dat het niet wetenschappelijk was. Met inzichten over biologische principes waar hij zich op baseerde, die misschien wel niet meer zouden kloppen, werd er gezaagd aan de stoelpoten van zijn theorie. Maar betekent dat nou ook dat we zijn werk bij het grofvuil kunnen zetten, dat het gedateerd is, dat het nog wel voer voor psychologen is, maar alleen dan als ze meer willen weten over de wortels van hun vakgebied. Maar vanavond stellen we vooral de vraag, wat kunnen we nog wel met de psychoanalyse? Wat heeft het ons wel te zeggen? Misschien wel juist nu. Ik las een recensie van het boek van Paul Mooijaard afgelopen weekend in de Volkskrant van Marjan Slob en het begon heel mooi. Ze schreef, het mensbeeld in onze contraien is bezet door het machtige economische denken dat alles ziet in termen van eigen belang en lustbevrediging. Het hele mensbeeld? Nee. Ergens in Vlaanderen biedt een kleine gemeenschap moedig weerstand. De gemeenschap van de psychoanalytische denkers met de filosoof Paul Mooijaard als een van de voormannen. En dan gaat het dus ook over opboksen tegen het inerte, de doodschrift bij Freud. Het boek dat geschreven is door een van onze sprekers hier vanavond, Paul Mooijaard, zo gezegd. Hij is hoogleraar wijsgerige antropologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. We zijn heel blij dat hij hier is vanavond. En dat hij meer gaat vertellen over zijn boek. En daarna in gesprek gaat met Philippe van Houten, die hoogleraar fundamentele filosofie is aan onze eigen universiteit. En die vorig jaar de redactie deed samen met Jens de Vleming van deze bundel, Freud als filosoof. Dus misschien was Freud wel helemaal geen psycholoog of neuroloog. Misschien was hij gewoon een filosoof en zit daar zijn toekomst in. En Philippe van Houten is tevens directeur van het Center for Contemporary European Philosophy, ook van deze universiteit. En dat zeg ik omdat morgen een conferentie begint over Freud. Die duurt 2 dagen. Misschien denkt u naar deze avond, daar moet ik bij zijn. En dat is de conferentie Deconstructing Normativity, Rereading Freud's 3 Essays on the Theory of Sexuality. Dus dan weet u dat. We gaan dus zo 2 lezingen horen. Daarna ga ik met Philippe van Houten en Paul Mooijaard in gesprek. Eerst dus houden we het even hier met z'n drieën, maar al vrij snel wil ik ook u de zaal daarbij betrekken. Goedenavond. Het Freud, de toekomst. Of de toekomst. Dat was de titel van een lezing die ik een paar weken geleden moest geven in Zuid-Afrika, die aangekondigd was in het Afrikaans. Die ik niet in het Afrikaans gegeven heb. Maar de titel deed mij ook wat denken aan de inleiding die Lisa gegeven heeft. Dat probleem geeft eigenlijk onmiddellijk aan dat er blijkbaar iets vreemd aan de hand is met Freud. Ja. Er is nog niemand die mij ooit gevraagd heeft om een lezing te geven. Heeft Kant nog een toekomst? Heeft Plato nog een toekomst? Om eerlijk te zijn, als iemand mij dat zou vragen, ik zou hem of haar vriendelijk wandelen sturen. Ik heb betere dingen te doen. Omdat het nogal evident is dat Freud, Plato, Kant enzovoort voor de hedendaagse wijsbegeerte belangrijke referentiepunten zijn. En wie dat dan niet begrijpt, ja kijk. Maar met Freud blijkbaar is er daar iets speciaals aan de hand. En het feit dat men die vraag kan stellen en dat ik ook wil proberen van op die vraag te antwoorden, draagt voortdurend het risico met zich mee dat de spreker, diegene die over de mogelijke toekomst van Freud iets zegt, dat hij zich onmiddellijk in een soort defensieve modus zet. Ja? En dat hij onmiddellijk probeert van te legitimeren waarom hij of zij zich toch met Freud blijft bezighouden, ondanks het feit dat daar zoveel problemen blijken rond te hangen.
Men moet zich onmiddellijk legitimeren. Hè. Je moet kunnen uitleggen waarom je daar nog mee bezig wilt houden. En heel vaak, of heel gemakkelijk, vervalt men dan in een soort oratio pro domo, in een soort legitimatie, in een soort defensieve houding. Wel nu, dat is een valstrik die we in het boek waar Lisa in haar inleiding naar verwezen heeft, we, Jens de Vleeming en ikzelf, wat de redactie betreft, en dan verder de verschillende mensen die er bijdrage toe hebben geleverd, waaronder ook Paul Moyaert. Dat is een valstrik die we hebben proberen te vermijden. En dus wat we hebben willen proberen te doen, is niet uitleggen of niet Freud verdedigen tegen beter weten in, maar in feite proberen te laten zien welke een positieve bijdrage, of welke de positieve bijdrage is, die Freud aan een hedendaagse antropologie te bieden heeft. En ik zeg aan een hedendaagse antropologie, ik bedoel daarmee een hedendaagse wijsgerige antropologie. En dat betekent bijvoorbeeld dat we van meet af aan, ik zeg het omdat er ook in indeling naar verwezen werd, bijvoorbeeld het wat mij betreft nogal oninteressante probleem over de wetenschappelijkheid van de psychoanalyse enzovoort, dat we dat probleem terzijde hebben gelaten. Dat interesseert ons niet. Althans niet in het boek waar dat werd voorgesteld. Waar het om gaat is de positieve bijdrage van Freud aan een hedendaagse antropologie. En nu, en als je dan kijkt naar de verschillende bijdragen van de mensen die aan de bundel hebben meegewerkt, dan valt één thema op dat voortdurend terugkeert in de verschillende bijdragen. Dat was niet zo gepland, maar dat bleek, als we de bundel samenstelden, wel het geval te zijn. En dat ene thema dat voortdurend zich herhaalt doorheen de verschillende bijdragen, dat is de gedachte dat men het menselijk bestaan moet begrijpen vanuit zijn pathologische, in casu psychopathologische variaties. De mens begrijpen, schijnt Freud te beweren, of beweert Freud, dat moet je niet doen vanuit een verondersteld ideaal van normaliteit. Je moet de mens proberen te begrijpen, of je moet het menselijk bestaan proberen te denken, vanuit de pathologische variaties. Ik kan het proberen verder uit te leggen in mijn korte uiteenzetting. En we hebben dat thema, de mens verstaan vanuit de pathologie, vanuit de psychopathologie, pathoanalyse genoemd. Dus met andere woorden, een van de grondhypothesen van het boek is dat een van de belangrijkste bijdragen van Freud aan de hedendaagse antropologie precies dat pathoanalytisch perspectief is. En wat ik hier kort wil doen, is aangeven welke de, of enkele van de wijsgerige mogelijkheden uitleggen die in dat pathoanalytisch perspectief besloten zijn. Waarom is dat pathoanalytisch perspectief interessant en belangrijk? En ik zou dat willen doen, vooral met betrekking tot de problematiek van de seksualiteit, omdat Freud dat pathoanalytisch perspectief precies in verband met de seksualiteit voor het eerst introduceert. En daarnaast is praten over de seksualiteit altijd interessant. Wat een verdere reden is waarom ik het vanuit de seksualiteit wil doen. Nu, wie zegt seksualiteit bij Freud, denkt onvermijdelijk en kan niet anders dan denken aan de drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit, waarin Freud zijn opvattingen over de seksualiteit en dus in het bijzonder zijn pathoanalytische opvattingen over de seksualiteit uiteenzet. En ik ga me daarbij in het bijzonder, in mijn uiteenzetting en in mijn praatje, als ik het zo mag zeggen, in het bijzonder concentreren op de eerste editie daarvan, de editie van die tekst, de editie uit 1905, omdat ik denk dat dat de meest interessante is. Maar vooraleer ik op die problematiek pathoanalyse of pathoanalytische interpretatie van de menselijke seksualiteit in de drie verhandelingen bij Freud, of in de drie verhandelingen van Freud, vooraleer ik daar wat dieper op inga, wil ik eigenlijk eerst iets zeggen over de context waarin Freud dat boek in 1905 voor het eerst publiceert. De context van dat boek, dat is de seksuologie van de 19e eeuw, van het einde van de 19e eeuw. En die seksuologie van het einde van de 19e eeuw, je moet daarbij denken aan namen zoals Krafft-Ebing, Moll, Havelock Ellis, dat is iets later, maar goed. Hè, dus dat zijn de namen die daar een belangrijke rol in spelen. Over die seksuologie zeggen Foucault en een leerling van Foucault, Arnold Davidson, dat ze aan de basis ligt van het ontstaan van de seksualiteit. Ja. Serieus. Dus, met andere woorden, wat Foucault, Davidson en anderen beweren, is dat de seksualiteit ontstaat op het einde van de 19e eeuw. En als ze het hebben over seksualiteit, dan gaat het in het bijzonder over wat in hun tijd nog perversies genoemd werd. Ik ben vandaag parafilie genoemd.
fetischisme, sadomasochisme enzovoort. Natuurlijk, dat betekent niet, die uitspraak seksualiteit ontstaat op het einde van de 19e eeuw, mag dat niet zo verstaan, dat die mensen zouden beweren, die mensen, Foucault, Davidson enzovoort, zouden beweren dat voor de 19e eeuw de mensen eigenlijk van seksualiteit geen pap lusten. Dat is niet wat ze bedoelen, dat spreekt voor zichzelf. Wat ze bedoelen is dat vanaf die periode, dat wil zeggen vanaf het einde van de 19e eeuw, en het is belangrijk om dat goed voor ogen te houden om het belang van de Freudiaanse interventie goed te begrijpen, ook vandaag. Wat ze bedoelen is in tegendeel dat vanaf die periode, dus het laatste kwart van de 19e eeuw, dat vanaf dan alle pervers, of laten we zeggen in meer brede zin afwijkend seksueel gedrag, dat vanaf dan dit gedrag begrepen wordt als de uitdrukking van specifieke identiteiten. Met andere woorden, vanaf dan gaat men zeggen, de homoseksueel, want die valt daar dan ook nog min of meer onder, de homoseksueel, de fetischist, de sadomasochist, die stellen de handelingen die ze stellen, die beleven lust aan de handelingen waaraan ze lust beleven, omdat ze een bepaalde psychologie hebben, een bepaalde identiteit vertegenwoordigen, een bepaalde persoonlijkheid hebben. Dus met andere woorden, dat gedrag wordt gezien als de uiting, vanaf dan gezien als de uiting van iets meer fundamenteel, namelijk een soort psychologische identiteit. En dus daarvoor was dat niet het geval. Daarvoor werd dat gedrag alleen beschouwd vanuit een ethisch of een juridisch perspectief, als iets wat dat toegelaten was of niet toegelaten was. Maar niet als uitdrukking van een dieperliggende identiteit. En dus als men zegt, de seksualiteit ontstaat op het einde van de 19e eeuw, dan bedoelt men precies dat. Nu, Davidson zegt daarvan, Arnold Davidson, die een leerling is van Foucault, die brengt dit ontstaan van de seksualiteit en in het bijzonder van de perversies in verband met wat hij noemt een psychiatrische stijl van redeneren. En die psychiatrische stijl van redeneren, die in de eerste plaats uiteraard gaat gepaard met een soort psychologisering van het menselijk bestaan, het is te zeggen bijvoorbeeld dat gedrag wordt een uiting van een bepaalde psychologische identiteit, hè. Maar veel belangrijker of even belangrijk is ik zal u eerst misschien nog iets anders zeggen. Die psychiatrische stijl komt in de plaats van wat men noemt een anatomopathologische stijl, die daaraan vooraf gaat. En die anatomopathologische stijl, ik kan u niet de hele geschiedenis hier in al haar fruitige details weergeven, maar in die anatomopathologische stijl werden afwijkende gedragingen, perverse gedragingen, in verband gebracht met lesieën, afwijkingen op het niveau van het betrokken orgaan. Dus bijvoorbeeld, het werd er ernstig gedacht, het is een wetenschappelijke hypothese, dat bijvoorbeeld de homoseksualiteit zou te maken gehad hebben met een afwijkende vorm van het mannelijk genitaal, de mannelijke homoseksualiteit dan. En dus bijvoorbeeld, de mannelijke seksualiteit werd in verband gebracht met een penis die de vorm heeft van een kurkentrekker. Dat is een ernstige hypothese geweest. Het is gebleken dat die niet correct was. Maar goed, dat is een ernstige hypothese geweest. En dat is een anatomopathologische stijl van redeneren, omdat dus een bepaald, als afwijkend bepaald gedrag, de homoseksualiteit, wordt in verband gebracht met een afwijking op het niveau van het orgaan waarover het blijkbaar gaat. Dus de afwijking zit op het niveau van het mannelijk genitaal. In de psychiatrische stijl van redeneren brengt men... Dus in de eerste plaats gaat men de zaak psychologiseren, zoals ik gezegd heb. Maar ten tweede, en dat is voor onze context van groot belang, wordt de seksualiteit begrepen als een functie die niet aan specifieke organen kan worden gekoppeld. Eén, wat dus in die anatomopathologische stijl nog wel het geval was, dus die niet aan specifieke organen kan worden gekoppeld. En een functie die, zoals alle functies, gestoord kan zijn. Zonder dat daarom een specifiek organisch defect moet kunnen worden aangewezen. Dus die functie kan gestoord zijn in de zin van er is er te veel van, hè, of er is er te weinig van, anhedonie. En een groep van afwijkingen zijn precies de perversies. Het is van bijzonder groot belang het volgende nu daarbij te realiseren. Waarom brengen wij die perversies samen? Want in feite, wat heeft fetischisme in godsnaam met sadomasochisme te maken? Wat heeft homoseksualiteit met sadomasochisme te maken? Niks. Op een bepaald niveau, niks. Maar hoe en waarom is men die
Waarom is men die fenomenen gaan bij elkaar voegen als een categorie die duidelijk afgezonderd kan worden van andere categorieën? Wel nu precies omdat men de seksualiteit gaat denken als een functie die op iets gericht is, namelijk op de voortplanting, en die gestoord kan zijn zonder dat er specifieke organische defecten zijn. Bij gevolg, wat brengt die zeer diverse fenomenen samen? Het feit dat ze geen recht doen of afwijken van waar de functie waar het om gaat, de seksualiteit, voor dient. Namelijk de reproductie. Dat brengt ze samen, dat hebben ze gemeen. Dus met andere woorden, het bijeenbrengen van die heel verschillende, gedragingen onder één gemeenschappelijke noemer, vooronderstelt de gedachte dat de seksualiteit een functie is op de manier zoals ik heb gezegd. Eén en twee, krijg je dan het idee van een identiteit waar de verschillende gedragingen de uitdrukking van zijn. Ik ga u één citaat geven, gewoon om u aan te geven of duidelijk te maken dat ik het niet uit mijn duim zuig. Dat is niet onbelangrijk. Het is een citaat van Krafft-Ebing. Krafft-Ebing zegt het volgende: "Perversion of the sexual instinct is not to be confounded with perversity in the sexual act." Dus het is niet de handeling zelf. "Since the latter may be induced by conditions other than psychopathological." Dus hij zegt hier duidelijk, het gaat niet om gedragingen, per se. Maar the concrete perverse act, monstrous as it may be, is clinically not decisive. Hetzelfde. "In order to differentiate between disease, perversion, and vice, perversity, one must investigate the whole personality." Herinner je, ik heb gezegd, psychiatrische stijl van redeneren, het belang van de persoonlijkheid, de psychologie enzovoort. One must investigate the whole personality of the individual and the original motive leading to the perverse act. Therein will be found the key to the diagnosis. Dus wat gediagnosticeerd wordt, is een identiteit, wat je in Hacking zal noemen a possibility of personhood. En die identiteit verklaart waarom men bepaalde handelingen stelt. Eén, dat is een eerste aspect. Het tweede aspect is het idee dat de seksualiteit een functie is die, waarvan wij de doelstelling kennen en die dus niet gekoppeld is aan specifieke organen. Wel nu, het is in die context dat Freud tussenkomt. Dat Freud de drie veranderingen tussenkomt. Want wat is, en dat brengt mij onmiddellijk terug bij dat patho-analytisch perspectief, wat is karakteristiek voor deze benadering van die seksuologen? Ze gaan uit van een veronderstelde, normale, seksuele functie. Ze gaan ervan uit dat de seksualiteit een functie is die kan beschreven worden, waarvan het doel gekend is, en zo verder. En de perversies zijn precies perversies omdat ze die functie niet respecteren. Dat is, laten we zeggen, filosofisch de benadering van die seksuoloog. Daartegenover staat Freud, en die begint met zijn drie veranderingen met een hoofdstuk over die seksuele abirrungen, de seksuele afwijkingen. En hij zegt, wel nu, beste mensen, eigenlijk, je moet niet proberen de seksualiteit te verstaan vanuit de normaliteit, een veronderstelde normaliteit. Hij zal dat een poëtische fabel noemen, om redenen die ik onmiddellijk zal uitleggen. Je moet, om te begrijpen hoe de menselijke seksualiteit ineenzit, moet je kijken naar wat als pathologie geldt. Dat wil zeggen, de perversie, de sadomasochisme en zo verder. Daar moet je naar kijken. Want dat zal ons leren waaruit dat zal ons veel meer leren over wat de menselijke seksualiteit is dan uit te gaan van iets wat wij normaal denken te zijn. Waarom? Nu, zegt Freud, omdat die perversies, dat is natuurlijk een fundamentele hypothese, omdat die perversies uitvergrotingen zijn van tendensen die aanwezig zijn bij ieder van ons. Met andere woorden, wat de perversie karakteriseert, is niet een soort vreemde tendens die aanwezig is bij de pervert, als ik het in die taal mag spreken, omdat het de taal is van de tijd van Freud en van sommige psychoanalytici. Niet dus omdat daar een tendens aanwezig is die bij de pervert aanwezig is en niet bij ons, maar omdat daar in een uitvergrote, op een uitvergrote wijze een tendens aanwezig is die karakteristiek is voor ieder van ons. En dus als wij de tendensen willen kennen die de seksualiteit karakteriseren, te gronde karakteriseren, moeten we precies kijken naar die perversies. Ik geef u een heel eenvoudig voorbeeld, dat misschien wat te eenvoudig is, maar dat onmiddellijk duidelijk maakt waar het over gaat. Denk aan het voyeurisme. Ja? Wat Freud kijkdrift noemt en de lust aan het kijken, ik moet u dat niet uitleggen, dat behoort, bedoel, ik denk niet dat er, als u niet weet wat het is, dan kan ik u eigenlijk bijna niet helpen.
Dus met andere woorden, maar wat karakteriseert dus wat maar dat dat een wezenlijk element is van de seksualiteit als zodanig. En nu zegt Freud, bij de voyeur zien we die tendens, die karakteristiek is voor ieder van ons, zien we op een uitvergrote manier terug. En Freud gaat ervan uit dat op die manier de verschillende perversies, verschillende tendensen die aanwezig zijn, bij ieder van ons op een uitvergrote manier duidelijk maken. En op die manier, zegt Freud, via die studie van de perversies, en om de reden die ik net zeg, zijn uitvergrotingen, kunnen we de bouwstenen achterhalen van de seksualiteit van ieder van ons. Dus met andere woorden, de studie van de perversie is in feite het laboratorium, als u wil, van waaruit de menselijke seksualiteit inzichtelijk kan worden. Dat is met betrekking tot de seksualiteit, want Freud doet dat ook met betrekking tot andere domeinen, dat is, als u wil, dat patho-analytisch perspectief in actie. Welnu, wat zijn dan, volgens Freud, de bouwstenen? En als ik zeg volgens Freud, heb ik het steeds over die eerste editie van de drie verhandelingen. Wat zijn de bouwstenen van de menselijke seksualiteit? Welnu, zegt Freud, partiële driften en erogene zones. U kent die erogene zones, wel, u kent die uiteraard, maar u kent die ook, bedoel, bij naam. Hè? Dus de orale zone, anale zone, genitale zone en zo verder. Dat zijn de erogene zones. Partiële driften zijn de driften die in die verschillende erogene zones hun locus, hun plaats hebben. Maar Freud, in die eerste editie, doet er nog een schep bovenop. Want als je vertrekt, hij zegt twee dingen. Hij zegt één, je moet vertrekken vanuit de perversies, want zo kun je de bouwstenen van de seksualiteit achterhalen. Maar verder, en dat zijn die erogene zones en die partiële driften, maar verder zegt hij, die verschillende erogene zones die staan op gelijke voet. Dus je kunt niet één van die erogene zones, hoe zal ik zeggen, daar het primaat aan toekennen. Wat men al te gemakkelijk doet, en Freud ook zelf. Op een bepaald ogenblik in de tekst zegt hij dat de infantiele masturbatie, de genitale zone voorbereidt op de grote rol en de grote betekenis die ze in het latere leven zal moeten hebben. En op een van de woensdagavonddiscussies, Freud had de gewoonte in de berggassen in Wenen om met zijn collega's en vrienden elke woensdagavond thema's uit de psychoanalyse te discussiëren. Op een van die debatten maakt iemand hem op die passage in zijn tekst attent en zegt maar, Sigmund, dat gaat zo niet, want op die manier introduceert je een teleologisch motief. Op die manier suggereert je dat de seksualiteit misschien wel niet vanuit de normaliteit moet begrepen worden, maar fijn, dat dat toch in de richting gaat van de genitale seksualiteit, dat dat toch normaler is dan de rest. En Freud geeft dat onmiddellijk toe. Freud zegt, ja, het is juist, je hebt gelijk. Met andere woorden, er is dus ook geen primaat in die versie van de genitale zone. Dat betekent dat er in een zeer radicale zin, en dat is een gevolg van dat patho-analytisch perspectief, dat er in een zeer radicale zin, dat de seksualiteit in een zeer radicale zin geen natuurlijk object heeft voor Freud. En dus dat het uitgangspunt van de seksuologen dat ik u heb uitgelegd, dat dat voor Freud een poëtische fabel wordt. Een poëtische fabel, de populaire opinie, zegt Freud in die tekst. En dus dat breken met de psychiatrische stijl van redeneren en met de seksuologie is rechtstreeks verbonden, zoals ik je heb uitgelegd, met precies dat patho-analytisch perspectief. Dat betekent allerlei dingen. Daaruit kunnen we allerlei dingen afleiden of allerlei thema's distilleren die, denk ik, ook voor een hedendaagse problematiek en hedendaags denken over de seksualiteit van bijzonder belang zijn. In de eerste plaats, perversies kunnen niet als zonderlijke identiteiten gedacht worden. Dat kan niet, voor de zeer eenvoudige reden dat Freud in een zeer radicale zin de perversie inschrijft in de seksualiteit van iedereen. Dus het is niet zo, het is niet mogelijk, gegeven het uitgangspunt van Freud en gegeven die patho-analytische benadering, om perversies te denken als identiteiten. Daar heb je de pervert en hier heb je de normale mens. En die pervert, dat is iets wezenlijk anders. Dus die mogelijkheid ontsnapt. Dat sluit aan op een paradoxale manier met bepaalde thema's uit de hedendaagse queertheorie bijvoorbeeld, hè, waar men met bottoms, hoe noemt dat, buttons, rondloopt, acts. No, acts, not identities. Ja?
in een zekere zin, en er zijn ook heel wat queer theorists, Tim Dean en anderen, die Freud ook op die manier lezen, daar zit dus een link naar bijvoorbeeld de queer theory als, en de kritiek op de perversie als identiteit, die daar, wat mij betreft, lijkt het terecht gevoerd wordt. En dat heeft precies te maken, misschien dat er nog even bij, dat heeft uiteraard te maken met een soort fundamentele problematisering van het onderscheid tussen normaliteit en pathologie. Dat, die problematisering heeft uiteraard ook gevolgen, bijvoorbeeld, voor de manier waarop men de psychotherapie en de praktijk denkt. Ik wil daar niet te veel over zeggen, maar het is duidelijk en een zeer algemene bedenking daarom te maken. Het wordt op deze manier onmogelijk om nog, zoals in veel psychotherapeutische versies de gewoonte is om bijvoorbeeld te denken in termen van de psychiater, psychotherapeut, weet ik wat, is de expert die zich tegenover de zieke bevindt. En dus, met andere woorden, de psychiater is iemand die zich of de psychotherapeut die zich fundamenteel dan toch in de normaliteit bevindt en die als een soort expert de zieke patiënt helpt. En nu, in het model van Freud, zoals ik het hier met betrekking tot de seksualiteit heb uitgelegd, is de patiënt, of wat men de patiënt of de cliënt, of je mag dat verder noemen zoals u wil noemt, is dat een fellow traveler. Ja, die met dezelfde problematieken te maken heeft als iedereen. En dat is een fundamenteel, denk ik, fundamenteel perspectief dat ook ethische en andere consequenties heeft waar ik nu op deze moment niet wil ingaan. Er is een tweede punt dat mij bijzonder interesseert voor een hedendaagse antropologie, en dat is het volgende. Freud, in de tekst waarnaar ik verwezen heb, de drie verhandelingen, hoe is het mogelijk voor Freud om, en ik denk dat hij daar echt in die eerste versie, althans in de eerste twee hoofdstukken, in slaagt, niet normatief te zijn. Een van de redenen is dat hij initieel probeert de seksualiteit, in tegenstelling tot wat we gewoon zijn geworden, niet te denken vanuit de seksuele differentie. Dus je vindt in die tekst van Freud een poging de seksualiteit te begrijpen niet op basis of niet in een intrinsieke en onmiddellijke band met het seksueel verschil. Dat is interessant, omdat je kunt afvragen, en ik leg het u gewoon voor als een probleem, ik wil er graag over discussiëren achteraf. De vraag die zich daar stelt is inderdaad, kunt je de seksualiteit denken uitgaande van de seksuele differentie, en je vindt dat bij de meeste psychoanalytici, je vindt dat bij zeer veel feministische auteurs en zo verder, kunt je dat zonder impliciet heteronormatief te zijn? Als je de seksualiteit denkt vanuit de seksuele differentie, zijt je dan niet verplicht om alle vormen van seksualiteit die op een of andere manier geen recht lijken te doen aan het verschil, seksueel verschil, om die allemaal onder te schikken of minderwaardig te achten, of ik weet niet wat, aan vormen die dat wel doen. Dus is er in het feit zelf al dat men de seksualiteit denkt vanuit de seksuele differentie niet al een soort heteronormatief moment ingeschreven? Het is een vraag, het is iets om over na te denken. In ieder geval, Freud vertrekt niet vanuit de seksuele differentie, althans niet in deze tekst. Tekst waarin over het Oedipuscomplex en zo, want ik kan me voorstellen dat sommigen denken, jammer, er is daar toch... Over het Oedipuscomplex en zo is in deze tekst geen sprake, dus dat is iets van later een datum en wat mij betreft een aberratie. Maar goed, dus dat is een ander thema dat in die tekst van Freud ontwikkeld wordt. Het zij dan, het wezen dan impliciet en dat, denk ik, precies aangeeft dat die Freudiaanse teksten en die Freudiaanse problematiek gemakkelijk aansluiting kan vinden bij hedendaagse problematieken, of het nu is deze van Foucault, Deleuze, queertheorie enzovoort. Maar of dat nu zo is of niet, dat zijn interessante thema's die ons ook vandaag nog, denk ik, kunnen bezighouden. Ik ga besluiten met het tegenovergestelde te zeggen. Want ik moet eerlijk zijn. Hè. Eerlijkheid heeft mijn moeder mij geleerd. Dat is een schone deugd. En ik moet eerlijk zijn, want Freud zit niet altijd op de lijn die ik hier heb uiteengezet. Dit is de lijn die ik heb uiteengezet, is de lijn die mij interesseert en de lijn die ik eigenlijk zou willen proberen te verdedigen. Maar het is duidelijk dat Freud niet altijd op dezelfde lijn zit en regelmatig terugvalt in de posities die verdedigd werden door die seksuologen die precies de context uitmaken van zijn eigen tekst.
Ik ga u één voorbeeld geven, en dat gaat meteen mijn eindpunt zijn, omdat het denk ik ook nog duidelijk kan maken in welke richting die teksten zich laten, thematiseren. Freud, in het derde deel van zijn tekst, derde deel dat gaat over die omgestaltingen der puberteit, dus de omvormingen van de puberteit, schrijft het volgende. En hij neemt in die tekst, in dat derde deel, onmiddellijk gas terug. Dus hij heeft gezegd wat ik hier heb uitgelegd. En in het derde deel ineens zegt hij, jammer. Ene keer dat dan de puberteit begint, natuurlijk, dan neemt de genitale zonen over. En dat betekent dat de jongens achter de meisjes gaan lopen en de meisjes achter de jongens. En dat is maar goed ook, want zo planten wij ons voort. Ik simplifieer een beetje, maar de eerste bladzijde van dat derde deel begint als het ware zo. En Freud zegt daar ook, in dezelfde context, ik lees, en ik neem die passage precies omdat ze goed laat zien waar het hier om gaat, voor mij om gaat. De auteurs, maar dat zijn de seksuologen waar hij het hier over heeft, zijn bijvoorbeeld van mening dat voor een groot aantal fixatieperversies een aangeboren zwakte van de geslachtsdrift een noodzakelijke premisse is. Met andere woorden, voor de perversies, mensen worden pervers omdat de geslachtsdrift niet sterk genoeg is. En dus stellen ze zich tevreden met andere tendensen. In deze vorm lijkt de stelling mij onhoudbaar. Ze wordt echter significant wanneer men een constitutionele zwakte van die ene factor der geslachtsdrift, de genitale zone, bedoelt. Welke zone later de functie op zich neemt om de verschillende seksuele activiteiten te bundelen ten behoeve van de voortplanting. U ziet hier, seksuologen zijn terug, het gaat om de voortplanting. Hoe dat die bundeling, laat dat terzijde, dat is niet zo belangrijk. Deze in de puberteit vereiste bundeling is in dat geval tot mislukken geduwd, want de genitale drift is niet sterk genoeg. En de krachtigste van de andere seksuele componenten zal zijn activiteiten als perversie, zegt Freud, doordrijven. We zitten hier terug bij de seksuologen. En op een merkwaardige manier, want vanuit historisch standpunt is het zo dat wat Freud aan de seksuologen hier verwijt, namelijk het gaat niet om de seksuele drift, maar om de genitale zone, dat is precies wat die seksuologen zegden. Dus dat is een heel vreemde passage. Maar het citaat impliceert vooral, en dat is voor de context die ik hier aan het schetsen ben het belangrijkste, een functionele en teleologische kijk op de seksualiteit, ik heb gezegd, terug de voortplanting enzovoort, die Freud in de vorige twee delen van zijn tekst heeft neergezadeld. Dus dat is iets heel interessants, op een manier dat Freud eerst zegt, ja maar, dat is een poëtische fabel, en hier die poëtische fabel zelf als waarheid terug opvoert. Maar nu, Davidson schrijft daarover, en dat is interessant omdat het aangeeft hoe dat patoanalytisch perspectief dat Freud hier verlaat, toch een soort shift in het denken kan teweegbrengen. Davidson schrijft daarover dat Freud in het licht van zijn eigen argumentatie, die ik heb uiteengezet, alleen het volgende had kunnen beweren, en ik citeer. For if the genital zone is weak, this combination, which often takes place at puberty, want het gebeurt inderdaad dikwijls, hè, dat mannen en vrouwen enzovoort, dat gaat er niet om van dat ontkennen. Hè. Dus, for if the genital zone is weak, this combination, which often takes place at puberty, in plaats van in der puberteit gevorderde. Hè? Dus in plaats van vereist, kan hij gewoon vaststellen, wel, meestal of regelmatig, of ik weet het niet, ik ken die statistieken niet, maar dat komt wel voor. Dus, if the genital zone is weak, this combination which often takes place at puberty will fail. And the strongest of the other components of sexuality will continue its activity. In plaats van, zal zijn activiteit als perversie doorzetten. Want door te zeggen als perversie, doet men alsof er een identiteit is die zich daar manifesteert. Iets wat hij in zijn eerste twee hoofdstukken heeft afgewezen. Op goede gronden, zo lijkt mij. Dus met andere woorden, dit wat in plaats van te zeggen wat hij zegt, had Freud alleen kunnen zeggen. For if the genital zone is weak, this combination, which often takes place at puberty, will fail. And the strongest of the other components of sexuality will continue its activity. So what? Die tegenstellingen die men in Freud, en dat is mijn laatste gedachte, die tegenstellingen die men bij Freud vindt, Freud zit vol met van dat soort tegenstellingen, dat maakt hem juist interessant. Mensen hebben de neiging om, liever niet te veel contradicties en tegenstellingen en weet ik wat en onzekerheden in een tekst te willen.
Het grote voordeel van Freud is precies de tegenstellingen, de onzekerheden enzovoort. Om twee redenen, en dat is het laatste, dan geef ik het woord aan Paul Moyart. Ik weet niet of, ik hoop dat ik niet te lang. Voor twee redenen. Eén, omdat op die manier ten eerste verhindert dat dat je een soort orthodoxe Freudiaan wordt. Orthodoxie is nooit interessant, ook niet als het over Freud gaat. Daar misschien soms, maar in het algemeen is dat geen interessante positie. Maar precies door al de tegenstellingen en de contradicties, de onzekerheden enzovoort, ik heb u hier nogal brutale getoond, precies daardoor wordt er in het werk van Freud, en in dit geval bijvoorbeeld over wat is menselijke seksualiteit, een problematiek geschetst eerder dan een antwoord gegeven. Met andere woorden, Freud, precies omdat je in zijn tekst ziet welke al de problemen zijn, want wat gaan we doen met de voortplanting enzovoort. Allee, het is niet dat, hoe zal ik zeggen, de patho-analyse uiteenzetten is niet de hele seksualiteit oplossen. Daar blijven een hele aantal problemen hangen, natuurlijk, die opgelost moeten worden. Wel nu, de tekst van Freud, precies omdat Freud voortdurend met zichzelf in de knoop ligt, laat ons zeggen, precies daarom creëren ze een soort, hoe moet ik dat noemen, een soort veld, een soort veld dat een problematiek is van waaruit gedacht kan worden. Zonder dat de antwoorden al bij voorbaat vast moeten liggen. En dus Freud op die manier kan een soort manier of een soort voortdurende bron van inspiratie blijven zonder een geloofspunt te zijn. En ik weet niet of er veel psychoanalytici zitten, dat is, maar goed, dat is dan, ik zal het toch zeggen, dat is iets waar de psychoanalyse vaak aan zondigt. En het is precies, denk ik, een bepaalde benadering van de tekst van Freud die het mogelijk maakt om het als een inspiratiebron te zien en niet als een bron van antwoorden die te nemen of te laten zijn. Ik dank u. Beste vrienden, als we over het leven nadenken en het leven proberen te bepalen, wat filosofen al lang proberen te doen, dan zullen wij al snel teruggrijpen naar het beeld van voortstuwende kracht. Het leven staat voor een kracht die voortdrijft en dus aanzet tot voorwaartse beweging. Een kracht die bij tegenwerking ontploft, explodeert en die zich continu diversifieert, innerlijk differentieert. Zijn er obstakels? Dan zijn die obstakels nog steeds volgens een populaire visie, dan zijn die obstakels uitwendig aan die stuwing, de innerlijke aandrang van het leven. In de filosofie wordt deze populaire visie, het leven als innerlijke drang die voortstuwt, wordt deze populaire visie vertolkt door Henri Bergson. In zijn fameuze L'évolution créatrice. Eén citaat. Het leven, zegt hij, is een vitaal élan. Élan vital. De oorspronkelijke stuwkracht. Een innerlijke drang die in het leven steeds complexere vormen produceert. Eind citaat. Kortom, dat is de populaire visie als je het leven moet bepalen. Waar leven is, is 1. Beweging, Aristoteles. 2. Voortgang. 3. Beweeglijkheid. En 4. Continu zichzelf vernieuwende zelfexpressie. Dat zijn zo de beelden die je gaat gebruiken mocht je onnadenkend het leven moeten bepalen. Dat is ook de algemene strekking van Freud's definitie van drift. Drift, zegt hij, is op de verandering en ontwikkeling aandringende krachtfactor.
Dus drift is levenskracht. Niettemin. Freud ziet zich genoodzaakt om vraagtekens te stellen bij de zo net geschetste visie. De visie van vitalistische levensfilosofen à la Bergson. En die, ik herhaal, aanvankelijk ook de zijne was. Die vraagtekens vormen de kern, het uitgangspunt, van zijn aan gene zijde van het lustprincipe, 1920. Daarin denkt hij na over een kracht in het leven, die anders dan levenskracht, levensdrift, élan vital, niet vooruit wil. Niet soepel is. Stagneert. Ter plaatse trappelt. Kortom, zich verzet tegen verandering. En wat zich verzet tegen verandering, tegen de beweeglijkheid, voortgang, dat is niet uitwendig aan het leven, maar maakt er deel van uit. En Freud smeet een eigenaardige term voor die tendens die niet vooruit wil. En dus ingaat tegen die populaire visie die ook hij aanvankelijk verwoordde. En die eigenaardige term is doodsdrift. Nee, niet een kracht die de romantische filosofen daarvan gemaakt hebben. Van een kracht die streeft naar de dood. Nee, niet het doodsverlangen. Dat is een verre afgeleide. Maar dat is niet de zaak. Doodsdrift is de verzamelnaam voor alle facetten, krachten in het leven die niet vooruit willen. Waartegen je moet duwen, aantrekken. Waartegen je moet schoppen, om het in gang te krijgen. Kortom, het staat voor de zwaarte van het leven. De inertie. Wat niet geneigd is uit zichzelf te bewegen. Maar welke fenomenen brachten Freud ertoe om in die zin te denken? Welke zin? Heb je al begrepen? Eigenlijk om in het leven de mechanica van Newton te herontdekken. Ik weet over de mechanica van Newton nog iets minder dan jullie. Het enige wat ik daarvan weet is dit. Een lichaam in rust verandert alleen van toestand wanneer het bewogen wordt. Uit zichzelf beweegt het niet. En twee, een lichaam in beweging verandert niet van richting, tenzij het op een obstakel stoot. Maar uit zichzelf verandert het niet. En uit zichzelf schiet het niet in gang. Dus de mechanica in het leven. Nu, met welke fenomenen zette Freud ertoe aan om het leven vanuit die tegenkracht te begrijpen? Dat is de herhaling. De herhaling wijst op een kracht die geen neiging heeft, niet de neiging heeft zichzelf te onderbreken, zichzelf te veranderen, die gewoon voortgaat, behalve als. Maar er zijn nog andere verschijnselen. En één ervan wil ik heel kort bespreken. Dat is fenomenen die te maken hebben met melancholie. Je vindt mooiere beschrijving van de melancholie en analyses in het boek Freud als filosoof, onder andere in de bijdrage van Jens de Vleeming hier aanwezig. Maar één aspect interesseert me. Hoe dat de melancholie, ik ga het me eenvoudig maken, een zware depressie. Het is complexer dan dat. Wat intrigeert Freud? Wel, het is een klein opstelletje. Vergankelijkheid.
En daar verwondert hij zich, samen met een dichter, over het feit dat mensen rouwen. Hij zegt, er is een psychologisch raadsel. Waarom een raadsel? U gaat zeggen, dat is geen raadsel, rouwen is functioneel. Rouwen is functioneel, de kranten staan er vol van, de emo-cultuur staat er vol van. Rouw is er om een verlies te verwerken, een tegenslag. En als je dat verwerkt hebt, dan kan je er beginnen. Dan kan het leven, de libido, je interesses zich terug losmaken. En zich op andere dingen richten, zaken. Functioneel, maak je los en er begin. Staat in dienst van het leven. Ja, maar er is één iets dat Freud intrigeert. En dat is namelijk het volgende. Waarom moet de rouw altijd zo lang duren? Nee, je zegt ja, dat heeft tijd nodig voor het verlies te verwerken. Nee! Waarom moet het zo lang duren als er alternatieven voor de hand liggen? Dat is het probleem. Waarom blijft de libido, de kracht, zo lang in het verlorene hangen? Waarom blijf je daarin rondhangen? In nestelen, vasthangen, kleven, terwijl er alternatieven zijn. Zelf de volksmond, en de emo-cultuur kan nu maar ontploffen, zelf de volksmond weet dat. De beste oplossing voor een verloren kind is een ander kind. Het is gruwelijk, deze wijsheid. Wat Freud dus intrigeert is, waarom kleef je daaraan vast? De stroperigheid, de viscositeit van de drift. En de melancholie, dat is precies die uitgesproken tendens, springt nog meer in het oog als je beseft dat er lichamen zijn die ook manisch reageren op een verlies. Iets verloren, pakt een ander. Laat het een naar het ander gaan. Dat maakt gewoon het blijven hangen nog intrigerender. En je ziet wat trouw is in deze visie. Is gewoon het samenspel. Het individueel samenspel van twee disposities. Twee tendensen die elkaar tegenwerken. Opjagen, versnellen, vertragen. 1. De melancholische tendens. Waar het leven zwaar wordt. Die het leven zwaar maakt. Tendeert tot fixatie. Ten neerdrukt, het leven gaat liggen. En daartegenover de manische tendens, die vooruit holt, opjaagt, voortvliegt. En iedere rouw zit gespannen tussen die twee extremen. Dan nu, dit voorbeeld. Alleen om uit te leggen dat precies het melancholische één van de fenomenen was. Die Freud deed denken aan wat? De doodsdrift. Nee, aan het doodse in het leven. Aan datgene in het leven wat niet wil veranderen. Stagneert. En je ziet, als je zo begint na te denken, dat je rare dingen moet zeggen. Dat je rare dingen moet zeggen over de dood. Opnieuw de populaire visie, die zal zeggen, er zijn twee oorzaken van de dood. 1. Toeval. Dakpan, hoofd, pech, dood. Toeval, uitwendig. De andere is diegene waar ik, ook anderen hier al in de zaal, wat mee te maken hebben. De dood als vermindering van levenskracht. Dat is vermoeidheid, uitputting, minder kunnen, de verzwakking van het leven. Dat vloeit rijk voort. Maar Freud vraagt nog een derde. Aandacht voor iets anders. Nee, het doodse zit al in je leven. Iets in je leven is er van meet af aan dat niet vooruit wil. Dat is het doodse van en in het leven. Niet een toeval en ook niet een vermindering van levenskracht. Als Freud met deze inzichten, die ik hier gewoon open, aan het werk gaat, dan verwijst hij naar de biologie.
En de inleidster, Lisa, heeft daarop gewezen. We mogen Freud eventueel nog ernstig nemen, maar zeker niet zijn biologische referenties. Het klopt niet. Wanneer Freud hierover nadenkt, verwijst hij naar een ernstig debat in het grondslagenonderzoek in de biologie van de 20e eeuw. Dat grondslagendebat is nu beslecht. Maar dat grondslagendebat in die tijd ging over het volgende. Binnen de biologie. Dat is de fameuze discussie tussen vitalisten en mensen die zeggen dat het leven werkt als een machine. De vitalisten zeggen dit, Bergson. De vitalisten zeggen dit. Kijk, het leven is iets wat groeit, ontwikkelt. Tot op zekere hoogte zichzelf kan herstellen. Zich voortplant. Wel, om dit soort verschijnselen, groei, herstel, voortplanten te begrijpen, heb je een levensprincipe nodig. Iets in het lichaam wil leven. Wil vooruit. Een ziel. Een levensprincipe. Wat dat precies is, is nooit iemand duidelijk geweest. Maar de vitalisten zeggen wel dat je dat moet aannemen. Daartegenover heb je de biologen van vandaag en uit die tijd de mechanici, de fysicalisten. En die zeggen, nee, om groei, herstel en voortplanting te begrijpen, daarvoor heb je geen levensprincipe nodig. Dat zijn gewoon complicaties van de anorganische materie. Uit wrijving ontstaat er van alles, maar wat eruit ontstaat is niet de uitdrukking van een levenswil. Heel eenvoudig dit, eten en drinken. Volgens de vitalisten eten we en drinken we omdat we willen leven. Omdat we willen groeien, omdat we ons willen uitdrukken. Hegel zegt, eten en drinken is de uitdrukking van een ziel. Sensuele ziel, op een zeer laag niveau. De mechanica zegt, nee. Je eet en je drinkt om van de onlust verlost te worden. Je reageert tegen de pijn. En dat heeft een ongewenst neveneffect. Je begint te groeien. Je moet nog meer eten. Hoe meer dat je groeit, hoe meer prikkels. En dat wordt alleen maar complexer en complexer. Je moet je steeds meer verzetten tegen storende prikkels. Ik rond af. Freud zit duidelijk in dat tweede kamp. Het lichaam is een ingewikkelde machine waarbij altijd krachten zijn die niet uit zichzelf bewegen, alleen bewegen omdat ze stoten op anderen. Biologie is voor hem scheikunde. De biologie is herleidbaar tot de wetten van de dode natuur. Alle wetenschappers weten dit. Behalve Bergson. Maar hij begrijpt ook, en hier sluit ik mee af, waarom Deleuze en Freud nooit vrienden kunnen worden. Ondanks alle pogingen om die bij elkaar te brengen. En ze kunnen nooit vrienden worden. Waarom niet? Omdat voor Deleuze het leven een zich eindeloos differentiërende kracht is. Voortdurend uit op verandering, opgejaagd van binnenuit. Deleuze heeft het niet begrepen voor de filosofen die het leven begrijpen vanuit een oorspronkelijke doodsheid. Freud daarentegen heeft het niet begrepen op de filosofen die het leven begrijpen vanuit de zichzelfdifferentiatie. Want het leven bokst op tegen iets in het leven dat niet wil leven. En aan die spanningsverhouding raken we nooit verlost. Ik dank u. Ik heb één vraag die ik u beiden wil stellen. Maar ik begin dan bij u, Philippe van Houten. We titelden de avond dus Freud anno nu. De vraag is dan, wat kun je nu met Freud? U heeft iets gezegd over waarom we er nu iets mee kunnen. In die zin waarom de filosofie er iets mee kan. Dat we niet bang moeten zijn voor tegenstrijdigheid. Dat we tot op zekere hoogte ook best mogen
grasduinen dus in zijn werk en kijken waar ligt nou onze, waar kunnen we iets mee in zijn denken. Maar waarom dan de seksualiteit? Is er iets in deze tijd waarvan ik denk, ja, maar daarom moeten we terugkijken naar wat Freud daar schrijft. Daar kunnen we, dat is nu nog steeds belangrijk. Dus niet alleen dat houdt nog stand. Bijvoorbeeld omdat het niet wortelt in allerlei biologische principes die gesneuveld zijn. Maar ook, daar kunnen we nu nog iets mee. Ik denk ik zou zeggen, uiteraard. Bijvoorbeeld, wat ik aangaf, er is heel het probleem van hoe kunnen we de seksualiteit denken op een manier die niet heteronormatief is. Dat is niet zo eenvoudig. En ik zeg niet dat Freud daar een antwoord op heeft. Ik zeg wel dat Freud in een aantal van zijn teksten interessante aanzetten geeft die aangrijpen of die aansluiten bij andere hedendaagse ontwikkelingen die zelf heel vaak op Freud teruggaan. Welke zijn dat? Bijvoorbeeld in queertheorie, ik denk bijvoorbeeld aan Tim Dean en al die mensen die bijvoorbeeld proberen om de seksualiteit niet te denken vanuit de seksuele differentie. Een aantal daarvan doet dat precies vanuit Freud. Daar zijn goede redenen voor. Ook al is dat wellicht voor de populaire Freud, de Freud die in de cultuur is geraakt, een beetje vreemd, of vanuit dat perspectief een beetje vreemd. Als je die teksten begint te herlezen, dan zit daar wat dat betreft een bijzonder groot potentieel in. Ik denk ook dat bijvoorbeeld heel die problematiek van de verhouding tussen normaliteit en pathologie, men moet toch, geen cultuursocioloog zijn om te zien dat die splitsing voortdurend, dat die tegenstelling voortdurend wordt geïntroduceerd en gereïntroduceerd en versterkt in velerlei manieren. Hè, door het uitvinden van, of door het uitvinden in een zekere zin van nieuwe pathologieën, die dus tegengesteld worden aan wat dan normaal heet te zijn. Dus ook daar geeft dat patho-analytisch perspectief. Overigens, wat Paul over de melancholie gezegd heeft, dat is een voorbeeld van hetzelfde. Men gaat uit van de melancholie. Het is een melancholie die ons iets leert, of die ons toegang geeft tot iets van het leven, wat wellicht anders aan de reflectie ontsnapt. Dus ook daar heb je dat patho-analytisch perspectief, zo lijkt mij. En nu, de manier, dus de poging om die, wat mij betreft, niet alleen hypocriete, maar ook ideologische tegenstelling tussen normaliteit en pathologie, de poging om die in vraag te stellen, wel nu, daarvoor biedt Freud, en eigenlijk de psychoanalyse in brede zin, op velerlei manieren, maar goed, het gaat nu over Freud, interessante aanzetten die van groot belang zouden kunnen zijn, volgens mij zijn, om precies die problematiek op een adequate manier te ontwikkelen. Dus, op een paradoxale manier denk ik dat Freud echt anderzijds is. Dus omdat een aantal van de thema's die hij introduceert, dat die precies vandaag, wellicht meer nog dan in zijn tijd, aan de orde zijn. Die tegenstelling tussen normaliteit en pathologie, problematiek van de seksualiteit enzovoort. Maar dan is het dus meer als cultuurkritiek eigenlijk. Wel, ik heb gesproken over het boek natuurlijk. En het boek noemt Freud, of heet, ik weet het niet, Freud als filosoof. Dus uiteraard, in eerste instantie, wat mij interesseert is, op welke manier kan hij bijdragen aan een hedendaagse problematiek, en aangezien dat ik wijsgerige antropologie doseer, aan een wijsgerige antropologie. Maar daarnaast denk ik dat Freud ook buiten het cultuurkritisch potentieel dat daarin zit, dat cultuurkritisch potentieel ook kan ingezet worden, bijvoorbeeld in debatten over, ik zal er nu toch iets over zeggen, over bijvoorbeeld verschillende vormen van psychotherapie. Omdat, eigenlijk misschien eenvoudige, maar filosofisch fundamentele reden, denk ik. Dat is, u hebt in uw inleiding verwezen naar het feit, Freud is niet wetenschappelijk. Goed, oké. So be it. Het punt is, wanneer je over psychotherapieën denkt en wanneer je daarover begint te denken in termen van, is dat nu wetenschappelijk of niet? En bovendien dan begint te denken, als het niet wetenschappelijk is, dan is het niet goed. Dan onttrekt je eigenlijk de fundamentele filosofische vraag die zich in verband met de psychotherapie stelt,
ontwijkt je die in feite en onttrekt je die aan het oog. Want in een zekere zin, psychisch lijden is van alle samenlevingen. Het is niet zo dat onze samenleving de enige is die geconfronteerd wordt met psychisch lijden. En nu, iedere samenleving heeft op een of andere manier en zal ook op een of andere manier methodes, praktijken ontwikkelen om met dat psychisch lijden om te gaan en om daar een antwoord op te bieden. Ja. Iedere samenleving doet dat en moet dat doen, omdat wij nu eenmaal zo in elkaar zitten. Wel nu, wanneer men onmiddellijk, wat men doet, om ideologische redenen, want daar zitten belangen achter ook, wanneer men om ideologische redenen, en dus ik wil dat toch onderstrepen, ideologische redenen, onmiddellijk naar de vraag stelt naar de wetenschappelijkheid enzovoort, dan gaat men precies voorbij aan de antropologische betekenis van de psychotherapie. En van de psychoanalyse. Want natuurlijk, die psychotherapie, en dat is onze manier om te gaan met het psychisch lijden, zou men kunnen denken. En dat is een veel fundamentelere problematiek dan de vraag, is dat wetenschappelijk of niet? Die vraag kan maar beantwoord worden in een ruimere antropologische context, waar men voortdurend zich onttrekt door precies dat thema van de wetenschappelijkheid. En dan wordt precies ook dat thema van normaliteit en pathologie ook extreem belangrijk in de verhouding tot patiënten. Of wat men in psychoanalytische kringen, ik weet niet in Nederland, maar in ieder geval in België, en terecht patiënten noemt, omdat dat etymologisch de lijdende is, hè? Patijn. Zoals ik heb aangegeven, ook daar, dat perspectief wijzigt de houding die men aanneemt tegenover de patiënt. Men is niet meer de expert. Men is, in tegendeel, een soort fellow traveler, iemand die het voor anderen mogelijk maakt om hun weg te gaan. Maar zonder dat vanuit een soort expertise fundamenteel gebeurt. Ja, over die praktijk wil ik het zo verder. En als ik daarin, als ik ja? nog laatste, één, en dan... om de link te maken met de film, op een bepaald ogenblik, met het filmpje, op een bepaald ogenblik zegt, en ik denk dat inzicht is wat ik net weergaf, zegt een van die drie, of het is één van de drie, dat is bijna een multiple. Christophe heet hij. Hoe zegt u? Christophe. Het is een echte analyse trouwens. Opdat zij, en hij heeft het over de psychiaters en over zijn omgeving, opdat zij ook zouden genezen. En dat is een interessante reflectie. Want opdat zij ook zouden genezen, wel nu, dat impliceert dat zij niet buiten de ziekte staan. De ziekte zit in ons. En er is dus geen fundamentele tegenstelling tussen zijn lijden, als u wil, en dat van ons. Er is een soort gemeenschappelijkheid tussen die beiden. En ik denk dat die passage precies dat inzicht goed weergeeft. Ja, ja. Ja, sorry. Ik wil daar inderdaad zo nog op door. Nee, dat is goed. Paul Mooijer, dus eigenlijk aan u precies dezelfde vraag. Want u had over van alles bij Freud waarschijnlijk kunnen schrijven. Waarom is die doodschrift dan zo'n belangrijk onderwerp? Om die weer op tafel te leggen. In die inertie. Al was het maar als tegengif. Tegen? Tegen wat er in de recensie is geschreven, van Marianne Slof, als ik me niet vergis. Mm-hmm. En dat tegengif van... voortdurend wordt ons gezegd, wat is de mens? Dus degene die vooruit wil. Dat is degene die uit is op vernieuwing. Dat is degene die uit is op zelfexpressie. En men kan er dan verschillende definities aan geven, wat dan ook. Het klopt gewoon niet. Het klopt gewoon niet. Nee. Dus je moet zeggen, waarom moeten we die dooddrift? Omdat het ander gewoon niet klopt. Ja. Er is iets in mij, en dat verschilt bij ieder van ons wat dat is. In ieder van ons is er iets dat niet vooruit wil. Maar u doet dat niet expliciet. Ik moet denken bijvoorbeeld aan een... het gaat zeker niet over hetzelfde onderwerp. Dat boek van Paul Verhagen, dat nu denk ik 2 jaar geleden verscheen, Identiteit. Mm-hmm. Die gaat heel expliciet ongeveer ook daartegen in. U doet dat niet. Waarom eigenlijk niet? Waarom ik dat niet doe? Ik weet niet waarom ik daar niet tegenin ga. Ik denk dat ik niet helderder kan zijn, niet brutaler kan zijn tegen heel die visie, door te zeggen van de zwaarte van het leven, wat veel filosofen hebben beschreven, de zwaarte van het leven is onuitroeibaar. Dat je voortdurend schoppen moet krijgen om in gang te schieten. Als je dat niet krijgt, dat het stilvalt. Kijk, ik vind, dit lijkt me zo herkenbaar. Als je hier in de zaal zou vragen, heb je begrepen wat ik gezegd heb? Ja. Kan ik me niet voorstellen dat er iemand niet zegt, waarover heeft die man het?
Ja, als ik over het leven na de dood zou spreken, dan zou je zeggen, ja, waarover heeft je het? Maar over wat ik hier gezegd heb, ik heb maar één voorbeeld gegeven. Eén voorbeeld gegeven, dat is dat het melancholie. Maar er zijn er zo heel veel. Waarom is er iets aan het gedrag? Waarom zijn wij niet adaptieve wezens? Waarom is er iets dat niet zomaar geneigd is zich aan te passen? Waarom blijven wij volharden in hetzelfde? Dat betekent niet dat wij niet veranderen. Natuurlijk veranderen wij. Maar dat die verandering altijd een reactie is op iets anders. Nu, ik vind alleen al het feit dat je dit zegt, ga je in tegen een gangbare mening. Iets wat weinig of niet verwoord wordt. En toch is iets wat verwoord wordt, waar veel mensen van zeggen, verdomme, ik herken dat. Wel kijk, als de filosoof erin slaagt op iets te wijzen waarvan mensen zeggen, verdomme, ik wist het. Waarom heeft men het mij nog niet gezegd? Dan denk ik dat je het zinvol doet. Ja. Dat is maar, en dat gebeurt dus vaak als u Freud leest. Verdomme. Toch wel. Ja. Toch wel. Ja. Ik vind, maar er zijn nog andere zaken ook. Ik kan aansluiten bij het thema dat Philippe heeft besproken. Je kan zeggen, natuurlijk, die seksualiteit. Dat is natuurlijk zoals ze terecht heeft gezegd. Als er nu iets is wat leuk is om over na te denken. Bon. Maar ja, ja. Het is ook veel miserie, hè? Nee, voor u niet, maar voor mij wel. Maar goed, dat is, we zijn daarin verschil. Jij werd er ook krapper vanaf van de therapie dan ik. Ik heb er lang in gezeten. Maar het is, goed, indien ik God zou geweest zijn, ik zou de seksualiteit nooit uitgevonden hebben. Maar goed, dat is iets anders. Ja, maar nee, maar goed, maar Freud legt u uit waarom dat zo is. Ja, dat is maar goed. Maar laten we... Ik wou nog iets zeggen, Lisa. Okay. Ik wou nog iets zeggen. Wat Philippe ook zegt, en dat heeft hij vandaag weinig beklemtoond, maar dat ligt ook in de strekking van zijn onderzoek. Het gaat ook over de primoteit, niet denken van de drift, maar niet denken van de seksualiteit, maar van de drift. Wat hij eigenlijk beklemtoont is, drift en seksualiteit zijn enorme krachten. Het zijn de krachten van het lichaam. Dus Freud wordt hier gelezen in lijn van Nietzsche, in de lijn van Spinoza. Het lichaam dat tot allerhande dingen in staat is. Dat komt tot uiting. Seksualiteit kan veel meer dan de functie die wij eraan toeschrijven. Dat blijkt uit de perversies. Veel meer. Wat ook in de gedachten is van Deleuze. Want dat kan op de een of andere manier uitgewerkt. Maar je kan hetzelfde zeggen over trauma's, traumatische effecten. De emocultuur staat er vol van. Die is misbruikt, die komt in een slecht milieu terecht, en zo verder. En wat er met een individu gebeurt, wordt begrepen vanuit omgevingsfactoren. Slechte ontmoetingen. Maar je kan ook iets anders zeggen. En dat ligt in de lijn wat Philippe zegt. Dat is namelijk, je kan ook eens nagaan, wat heeft je lichaam gedaan met die slechte ontmoeting? En dan beklem je de kracht van je lichaam. Je driften hebben altijd iets gedaan. Iets gedaan met wat ze hebben meegemaakt. Zoals ook seksualiteit altijd iets doet met wat het percipieert. Nu, wat je dan doet, is de mensen uit zijn passiviteit halen, maar van het lichaam de kracht... De kracht, de wil tot de willetsvermacht. Datgene wat de drift doet, de dingen interpreteren, er iets mee doen. Ik vind dit een krachtig middel tegen de goedkope sensatiezucht van de emocultuur van tegenwoordig. Maar want daar schuilt die wil niet in. Wat zegt u? Want daar schuilt die wil niet in. Ik denk dat ik het nog niet helemaal begrijp. Dat is heel eenvoudig. Kijk, het zijn voorbeelden die nergens op slaan. Maar goed, als je discussieert, moet je wat van dat soort voorbeelden geven. Heel graag. Ik heb 5 broers. Of dat dan waar is, dat doet er niet toe. Hè? Het is een voorbeeld. Het is een voorbeeld. Ja. Wij zijn allemaal werkelijk verschrikkelijk seksueel misbruikt geweest. Ik ga u de details niet geven. Het was echt niet leuk. Mijn ene broer heeft zelfmoord gepleegd. De andere broer is gigolo geworden. De andere zit aan de drugs. De andere is manisch depressief en ik zit hier. Wat dat bewijst is, ieder lichaam doet met datgene wat het meemaakt iets anders. Nu zeg ik wel een lichaam. Ik heb het niet over de verantwoordelijkheid. Ik zeg, je moet wel analyseren waartoe een lichaam met zijn driften in staat is. En ik denk dat dat ook het uitgangspunt is van een therapie. Wat kan een lichaam? Dat is wat Philippe ook zegt. Seksualiteit kan veel meer dan de functies die men eraan toeschrijft. Ja. Nou, dan kan ik nu dus wat ik net ook probeerde naar de analyse die we zagen. Het leek me wel een lieve jongen. Mm-hmm.
Ik vond het ook een beetje een... Ik vond het ook een beetje een zeur. En toen dacht ik... En ik merkte ook trouwens dat jullie op momenten dat ik het zelf nog niet moest... heel erg moesten lachen. Dus ik heb eigenlijk twee vragen, want jullie zijn allebei ook psychoanalyticus. De eerste, waarom moesten jullie om hem zo lachen? Misschien één moment nog terughalen. En het tweede is, wat is die jongen, wat gebeurt daar eigenlijk? Wat heeft die jongen daar eigenlijk aan? Hij ligt daar maar, hij praat. Je hebt ook niet het idee, nou die is eruit geknipt, maar dat er ook iemand is die nog tegengas geeft. Hij is gewoon aan het babbelen. Waarom moeten wij daarvoor betalen? De Vlamingen. Ja. Helemaal? Ja? Wel, om met het laatste te beginnen, omdat, omdat iemand zijn oor ter beschikking stelt en daar tijd voor vrijmaakt en aandacht aan geeft. Maar waarom moest je daarmee lachen? Omdat een aantal dingen gewoon grappig zijn. En er is een verschil tussen... Ik zit hier niet als analyticus. Nee. Dus moet ik mij ook niet als analyticus gedragen? Dat is overigens vervelend, mensen die overal analyticus gaan uithangen. Dus goed. Heeft die jongen daar iets aan? Ik kan dat natuurlijk niet a priori zeggen, want ik ken hem niet, ik ken het verhaal niet, enzovoort. Maar de hypothese is wel... En daar worden een aantal, want er zijn momenten dat ik niet heb gelachen ook. En er worden daar tegelijkertijd, dat is toch wel duidelijk in die associatieketen, als je wilt, die werd getoond, dat op bepaalde momenten toch wel bijzonder belangrijke dingen ter sprake worden gebracht. Bijvoorbeeld de relatie met zijn moeder, mm-hmm. hè, waar hij zegt... Dat is toch heel vreemd. Langs de ene kant wil ze mij, zij wil mij altijd maar voort laten gaan. En ik wil haar altijd afbreken, of hij zoiets zegt. Dus hij brengt daar blijkbaar een centraal thema uit zijn leven ter sprake, namelijk de relatie met zijn moeder en de problematiek en de contradicties die daarin aanwezig zijn. Dat is zo in de relaties, in al onze relaties met betekenisvolle mensen uit ons leven, dat zit vol met contradicties enzovoort. En dit is er een voorbeeld van. Nu kun je daar op twee manieren wellicht op ingaan. Enfin, dat is mijn poging om te antwoorden. Hè. Op twee manieren op ingaan. Je kunt onmiddellijk hem daar in achtervolgen en gaan zeggen, ja maar, en wat bedoelt je daarmee, enzovoort enzoverder, in een poging om dat probleem op te lossen. Je kunt ook zeggen, wel, dat is niet zomaar direct op te lossen, dat is voor een deel het leven zelf, maar ik wil eigenlijk eerst weten wat hier eigenlijk alle aspecten zijn, wat dat precies allemaal betekent, wat dat allemaal is voor hem, enzoverder. En de beste manier om dat te achterhalen, dat is niet van hem daar te gaan achtervolgen en uit te vragen, zoals een politieagent, van wat heb jij nu en hoe komt dat en wat denkt jij en zo verder enzovoort. Nee, dat is te zeggen, weet je wat, op het einde komt morgen terug. En morgen zal hij hetzelfde thema, wellicht vanuit in een andere context, vanuit een ander perspectief, weer ter sprake brengen en zal er een ander aspect naar boven komen van diezelfde relatie met die moeder. En dus die hypothese is, ja, in plaats van de mensen te achtervolgen, geef hen de tijd om... Zonder dat ze dat reflexief doen. Want in tegendeel, ze volgen gewoon hun eigen associaties. Maar af en toe komen die dingen terug. Die knooppunten uit iemands leven, maar altijd in een nieuw perspectief. En altijd komen daar ook nieuwe aspecten bij. Totdat op een bepaald ogenblik wellicht bij die jongen de lamp gaat branden, als ik het zo mag zeggen, over wat daar mis mee gaat. En wat hij daar, wat zijn eigen belang, zijn eigen rol daarin is, enzovoort. Maar dat vraagt tijd. Maar dat moet je zelf inzien, dat is belangrijk. Het is uiteraard van belang dat hij dat zelf inziet. Want anders kun je, als je het niet zelf inziet, kun je er ook niks mee doen. Maar misschien dat je als analist zie je na een paar sessies wel een beetje hoe het zit. Wel, ik denk dat dat niet waar is. Ik denk, als je een goede analist bent, tenminste, nee. Want je weet niet wat er gaat komen. Je herkent wellicht structuren, maar je kent niet het particuliere verhaal van deze mens met deze moeder enzovoort. Dat kent je niet. Dus dat is, ik zou bijna zeggen, dat is de houding van de diagnosticus. Hè, die zegt, kijk, voilà, het is dit, het is dat, enzovoort. Dat is niet de houding van analyticus. Wat de analyticus moet doen, is de ruimte creëren waarin zo iemand, bijvoorbeeld de relatie met zijn moeder, op geduldig... Ik denk dat het woord geduldig... Nee, dat was ergens anders. Maar goed, geduldig ontrafelt. En op die manier eerder dan... want als je daar achteraan gaat en je begint daar actief vragen te stellen, dan leg je natuurlijk je eigen schema's ook op. Van waaruit jij dat automatisch
interpreteert en begrijpt. En dan zet jij antwoord en uw schema's en dan laat je niet aan die persoon in kwestie de tijd om zijn eigen problematiek te ontwikkelen en op die manier aan zijn eigen problematiek te werken en er iets mee te doen. Dus ik denk, natuurlijk, dat gaat in tegen het idee. Je moet, iemand heeft een probleem, iemand komt bij een therapeut, heeft een probleem en dat probleem moet opgelost worden. Ja. Dus natuurlijk, dat is een fundamenteel andere benadering die ingaat tegen, je hebt het ook in de inleiding gezegd, die ingaat tegen een bepaalde utilitair economische benadering van psychotherapie. Van psychotherapie. En daardoor in het gedrang komt, ook omdat wij allemaal zo beginnen denken. Hè. Ja. Wij denken allemaal in termen van, dit is het probleem. Hè, iemand heeft een probleem en dat moeten we oplossen. En er zijn mensen die daar beter in zijn dan anderen en die moeten dan, dat zijn dan therapeuten en die zeggen nu dat je dat probleem moet oplossen. Ja. Dat is natuurlijk een fundamenteel andere manier om daarmee om te gaan. Maar Paul Moyet, daar ben ik dan wel benieuwd naar. Want is het dan ook zo dat we dat bijvoorbeeld patiënten of cliënten of... Patiënten. Patiënten steeds sneller resultaat willen zien. Dat je ze een beetje moet helpen in die vrije associatie. Want aan het einde van uw boek over de doodschrift houdt u een pleidooi voor de vrije associatie, wat zojuist ook... hebben mensen daar meer moeite mee dan vroeger? Dat weet ik niet. Maar laat ik opnieuw toch een zekere eensgezindheid bewaren met Philippe nu. Kijk, waar ik het mee eens ben, daar kan ik bij op aanknopen. Ik vind een therapie is voor de eerste plaats, ja, wat is het probleem? Je zou eens moeten vragen, wat is het probleem? Ja, de man vindt weinig levensvreugde. Ja, dat zal wel. Maar ja, wat dan? Ja, goed. En dan? Je ziet het helemaal op het einde. Het was een zeer goede film trouwens. Een zeer goede film, omdat het geeft zeer goed weer hoe dat het in elkaar zit. Dus, en nu was het maar een kwartier. Maar hoe het in elkaar zit? Nee. Een kwartier, maar daar zit het. Had het voortgeduurd, had het zo nog 30 minuten erbij. En natuurlijk, morgen terug, dat van andere woorden, een therapie, dat is minder spectaculair als men denkt. Er is tijd nodig om te doen wat Philippe zegt. Met andere woorden, je hebt tijd, ook allemaal het probleem af. In dat probleem, wat is nu precies het probleem? Ik kan het ook niet precies zeggen. Ja, ik wil een keer seks met een vriend, ja, maar het is niet dat. Ja, ik wil dat er een beetje gezorgd wordt voor mij. Ik ga een keer naar huis gaan. Nee, dat is het ook niet. Ik kan het ook niet precies uitgelegd krijgen. Dus wat je dan doet, is een ruimte creëren. Dus een ruimte creëren waarin dat je de zaak kan exploreren. Dat is niet de ruimte waarin je dagelijks in zit, maar die verbreden. Nu, het gekke is, als je dat kan doen, dat doe je door vrije associatie. Dan begint te exploreren. En het gekke is, en dat was mijn voorstel, om dan toch te begrijpen, wat gebeurt er als het lukt? Want het lukt soms ook niet, hè? Laten we dat duidelijk zijn, hè? De grootste bedriegers in de psychotherapiewereld zijn degenen die met de successen komen, hè? Dat zijn de bedriegers. Dus maar dat zeker... hoort niet te lukken? Of... Nee, het is... Een therapie die niet lukt, is mislukt. Is een drama. Is een mislukking, punt. Maar je kan niet het lukken garanderen. Dat kan je niet. Maar als het lukt, dan heeft het onder andere hiermee te maken. Dat er een soort nieuwe interesse ontstaat bij de patiënt. Die je aanvankelijk niet vermoedde als mogelijk. En de nieuwe interesse, maar verdomme, hoe zit dat nu eigenlijk? Hoe zit ik in elkaar? Dat is raar. Ik heb gisteren dit gezegd. Ja, ik maak altijd ruzie met mijn moeder. Ik maak niet altijd ruzie met mijn moeder. Ik maak alleen maar ruzie daarover. Maar waarover dat soort zaken en niet over iets anders? Ik zeg dat ik niet graag naar huis, maar ik ga wel graag naar huis. En dit. Hij begint een soort nieuwsgierigheid te krijgen voor zichzelf. En het rare is dat nieuwsgierigheid zelf een enorme kracht vrijmaakt. Dat drijft u. Dat doet u voortgaan. En het feit dat er nieuwsgierigheid komt en kracht vrijmaakt, dat denk ik is waarschijnlijk een van de meest onderschatte krachten van genezing. En dat is iets helemaal anders dan wat de meesten ervan maken. De therapie lukt wanneer we een oplossing hebben. Het zou wel eens kunnen zijn, de oplossingen zeker, maar dat de oplossingen een kracht hebben te danken aan het feit, ik heb er plezier aan. Ik heb er plezier aan mijn therapie te gaan. Dat is toch intrigerend? Met rare keuzes, met rare voorkeuren, met rare tijd, met zotte gedachten. Hoe hangt het dan met elkaar? Dat zet een dynamiek op gang die energie vrijmaakt. En die doet leven. Mag ik daar iets aan toevoegen? Dat wellicht, dat is een vraag
wellicht kunnen begrijpen als precies therapie op die manier beschreven, want ik ben het er helemaal mee eens, is in feite een overwinning op de doodsdrift. Voilà. En dus is het precies een overwinning op het inerte in mijn leven dat niet wilt veranderen. En de vrije associatie is daar precies, is iets wat het precies mogelijk maakt om u daaraan te onttrekken, om u te onttrekken aan datgene wat niet wilt veranderen. Ja. En ik denk dat daarvan, dus als we het toch over Freud anno nu, ik denk de vrije associatie, dat is een absoluut geniale uitvinding. Die inderdaad krachten vrijmaakt die men ook niet verwacht te hebben. Dus wat niet geneest, is inzicht. Ja, precies. Het bereikt inzicht, dat geneest niet. Ja, komt omdat er geneest. Wel de nieuwsgierigheid. Dat gaat erachteraan, in mezelf. Ja. Maar ik heb gezien dat ik dit probleem verkeerd heb aangepakt. Ja, zeg. Dat kan iedereen niet vertellen. Ik heb gezien dat met mijn meestal moeder... is dat helder, hè, hoe dat je het verkeerd aanpakt. Ah, ja, dat is het. Maar dat lost niks op. En als het iets oplost, dan moet je niet naar therapie gaan. Als de oplossing is, ga een keer minder naar je moeder. Ja, luister, die gaat dan toch niet in therapie, als dat de oplossing is. Of, dat zal men niet wel gezegd hebben. Maar blijkbaar is dat niet de oplossing. Dus moet iets anders doen. Dus moet iets raars doen. Je moet iets raars doen, iets dat niet meer werkt in het gewone leven, maar wel in een aparte ruimte. Dat is de psychotherapie. Ja. Ik ga naar de zaal. Ik vind het een mooi moment. Zijn er mensen die vragen hebben, iets op willen werpen? Een kwestie. Ik kan het me bijna niet voorstellen. Ja, hier vooraan. Deze mevrouw hier vooraan. Dank wel. Oh, daar komt de microfoon in, ja. Oh. Dag, ik ben Angela Grote. Dank u voor uiteenzettingen. Ik heb met belangstelling ook het boek gelezen. En ik heb een paar vragen. Ik zal meteen zeggen waar het over gaat. Het idee van de doodsdrift bij Freud heeft volgens mij nog een dimensie, een andere dimensie of een soort negatieve verschijningsvorm die in uw boek weinig aan de orde komt. En ik zeg dat omdat ik denk dat er bij Freud niet alleen een actieve, laten we zeggen een hysterische variant of verschijningsvorm is van de agressiviteit, zoals u zegt, die ontploft in je gezicht. Het seksueel sadisme, de vormen, de actieve, destructieve handelingen van mensen waarbij al deze dingen naar voren komen. Maar wat ik gemist heb in uw boek is dat voor mij absoluut belangrijke opmerking van Freud, de doodsdrift heeft ook een niet representeerbare verschijningsvorm, namelijk hij werkt ook in stilte. En die werking die kun je alleen pas zien achteraf, wanneer het te laat is of wanneer men vervallen is aan de krachten, zoals u zegt, der natuur. Hè, de thermodynamica, we vervallen allemaal aan het verval into de koelte. Wij verlaten onze energie. We gaan terug naar dus niet alleen Newton, maar ook de entropie. Dat noemt u zelf in uw boek. Wij vervallen dan aan een kracht van waar we allemaal naartoe gaan. Wij vallen weer uit elkaar. We gaan terug naar de koele atomen waaraan het hele universum... Maar er is dus bij Freud een actieve werking. Namelijk wat u zegt, de actieve agressiviteit, de actieve sadistische uitingen, de actieve handelingen van de narcistische krenkingen enzovoort enzovoort. Maar er is ook een onzichtbare, niet zichtbare schaduwwerking van de doodsdrift. Dat zie je niet, maar dat zijn die perverse programma's die niet in een soort handelingen zichtbaar zijn en hysterische symptomen, maar die pas achteraf blijken. Ja. Wanneer iemand zichzelf heeft doodgehongerd of verdwijnt of ten prooi valt aan een kracht die niet representeerbaar is, maar die een werking is. En dat zie ik niet in uw boek. U beschrijft alleen de actieve neurotische, zichtbare werking van de doodsdrift, dus van de agressiviteit. Duidelijk. Maar niet dat. Ja, ja. Dat is mijn vraag. Ja. Waarom? Waarom niet? Die stille kracht. Het is raar. Ik dacht dat ik het wel besproken had. Maar goed, dat is een andere zaak. Het punt is dit. Een analyticus leeft voortdurend tussen hoop en vrees. De hoop is
dat er in datgene wat niet wil leven een kracht zit. Dat die gaat exploderen. Dat hoop je. Dus ik hoop dat bij die man die we gezien hebben, dat het vroeg of laat echt gaat exploderen. Dat zal exploderen, bijvoorbeeld zou dat kunnen. Dat ik ben niet aan het vervelen, hè? Ben je dan niet vervelend dat ik voortdurend hetzelfde zeg? Ik heb het over die man. Nee, ik ben niet tegen u. Ik ben op uw zeven aan het werken. Ik hoop dat hij dat zal zeggen. Dat wil zeggen, ik hoop dat er leven in zit. Ik hoop dat er leven in zit en dat het echt een keer gaat ontploffen. Dan neemt die weg hoop, maar ook vrees. Want natuurlijk, dat is wat de miserie is van de overdracht. We hebben het over de overdracht altijd, de positieve overdracht. Maar dat is natuurlijk geen enkel probleem om daarmee om te gaan, bij wijze van spreken. Wat ieder analyticus vreest, is het geweld dat bij de patiënt zal uitbreken. Uitbreken tegen hem. Je hoopt dat het erin zit, omdat inderdaad, als het geweld naar boven komt, komt er een stroomversnelling. Maar je vreest dat er geen geweld in zit. Dat is de doodskracht, dat die stille kracht, die sluimert aanwezig is. Dus de motor van de analyse is, naast de vrije associatie, de agressie. De agressie. Het feit dat de patiënt teleurgesteld is. Hij had gehoopt dat je iets anders kon, dat je meer voor hem kon. En die teleurstelling is waarschijnlijk één van de motoren van. Dat is. Ja. Nog andere vragen en opmerkingen? Ik zie daar achterin de hand. Vraag voor meneer Van Houten. Ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. Het kern van uw betoog is een beetje naar mijn idee dat de relevantie van Freud is dat het meer een autonoom pathologisch karakter krijgt om de perverse dingen die worden gebruikt om normale, die zitten in iedereen, die worden gebruikt zodat we normale dingen kunnen begrijpen. En de uitwerking in de psychologie, die kan ik dan begrijpen waarom het daarvoor relevant is om ook een zekere, om meer objectief ernaar te kunnen kijken. Maar ik vroeg me af wat dan precies de relevantie was voor de wijsgerige antropologie. Dat snapte ik nog niet helemaal. Als de wijsgerige antropologie zich bezighoudt in zeer algemene zin met de vraag hoe of wat de betekenis is van het menselijk bestaan. Hè. Wel nu, om te weten wie of wat we zijn, hè, als mens, als u wil, moet je kijken, daar komen natuurlijk onmiddellijk allerlei problemen bij, maar moet je kijken naar wat als afwijkend wordt, afwijkend wordt beschouwd. Het zijn die afwijkingen, de pathologieën, de perversies in het geval van de seksualiteit, ik kom daar onmiddellijk op terug, die ons tonen, bijvoorbeeld als je wilt verstaan wat de menselijke seksualiteit is, moet je niet uitgaan van dus, wat daar betekenis is. Hè, en dat is een filosofische vraag, denk ik, dus in die zin een wijsgerig antropologische vraag. Het is een vraag over wat is de menselijke, daarom een wijsgerig antropologische vraag. Als je dat wilt begrijpen, moet je niet zeggen, je moet niet uitgaan van een soort veronderstelde normaliteit. He, normale seks, normale seksualiteit, dat dient om u voor te planten. En als dat dient om u voor te planten, dan is dat heteroseksueel. He. Want allee, anders zal het niet lukken. Enzovoort. He. Dus je moet niet uitgaan van een soort veronderstelde normaliteit, zegt Freud. Je moet, in tegendeel, uitgaan van wat wij als pathologie definiëren. Dat wil zeggen, in dit geval, in het geval van de seksualiteit, de seksuele pathologieën. Dus, in eerste instantie, of vooral de perversies. Nu, het zijn dus die perversies die ons leren wat er aan de hand is met de seksualiteit van iedereen. Akkoord? Dus in die zin krijgen die perversies een antropologische betekenis. Dat is niet meer alleen iets voor de psychiater. Nee, die hebben een antropologische betekenis. Want die leren ons iets over wat er met onze seksualiteit, met die van iedereen, aan de hand is. En dus dat is, als dat een antwoord is op uw vraag, wat is daar de relevantie voor de wijsgerige antropologie voor? Dat zou dan ook tot het universele, zeg maar, doorgetrokken kunnen worden? Ja, precies. Dus ja, inderdaad. Dat stelt natuurlijk allerlei vragen, hè. Maar dat is het idee. En dat lijkt mij wel interessant te zijn. En dan, u verwijst naar de psychologie. Wel, je zou u kunnen afvragen. De vraag stellen is niet zo oplossen, is niet zo beantwoorden, maar je zou kunnen de vraag stellen in welke mate gaan de psychiatrie en bijvoorbeeld de psychologie in hun huidige vorm, hè,
niet precies uit van zo'n tegenstelling tussen normaliteit en pathologie. In hoeverre is die tegenstelling niet bij voorbaat al gesteld? Maar nu de vraag is dat zo evident? En wat zijn daar de gevolgen van? Niet alleen filosofisch, maar ook maatschappelijk en politiek. Dus dat heeft overstijgt, denk ik, de louter antropologische vraagstelling. En in het geval van de perversies is dat nogal duidelijk. Dat is één. Twee, ik vind het ook van belang om dat even nog in herinnering te brengen. Ik heb de seksualiteit genomen omdat ik graag over de seksualiteit nadenk, maar niet omdat de seksualiteit het enige thema is of de enige problematiek is waar Freud die methode, als u wil, gebruikt. Ik heb verwezen bijvoorbeeld in de uiteenzetting van Paul, wat hij zegt over de melancholie, is in feite een patho-analytisch thema. Het is te zeggen, het is de rouw, en in het bijzonder de pathologische rouw, die ons iets leert over... bijvoorbeeld in dit geval onze tendens om te blijven plakken. Dus Freud in verschillen, dus in het werk van Freud is dat een constant thema. Hij noemt dat het kristalprincipe. In het boek is dat wat de zaak aan eenhoudt, hebben wij achteraf vastgesteld, Jens en ik. Dus het kristalprincipe, namelijk wie of wat de mens is, dat wordt duidelijk op het moment dat... Zoals de structuur van een kristal duidelijk wordt wanneer ze breekt, zo worden de fundamentele krachtlijnen van het menselijk bestaan duidelijk en zichtbaar op het ogenblik dat de mens breekt. Dat wil zeggen op het ogenblik dat hij... of zij ziek wordt. Hè. En dus dat kristalprincipe is een leidend inzicht in het werk van Freud, dat voor een wijsgerige antropologie, denk ik, van cruciaal belang is. En om daar toch de radicaliteit nog eens op een andere manier van te onderstrepen, het gaat er dus niet om. Het gaat er niet om dat je om de mens te begrijpen alleen maar moet kijken naar de pathologie in negatieve zin. Dat is wat je bijvoorbeeld vindt bij Merleau-Ponty. Als je Merleau-Ponty, Phénoménologie de la Perception, ik weet niet of u dat kent of voor degenen die dat kennen, dus dat gaat daar voortdurend over monsieur Schneider. En die monsieur Schneider, denk wat dat Schneider is, ja, zo staat hij er, die heeft nogal wat voor. Ik bedoel, die heeft een hersenletsel en kan van alles niet en zo verder. Merleau-Ponty in zijn uiteenzetting over de menselijke lichamelijkheid verwijst voortdurend naar die meneer. Dus met andere woorden, je zou kunnen zeggen, bij Merleau-Ponty is de pathologie voortdurend als horizon van zijn reflectie over het menselijk bestaan, in casu de menselijke lichamelijkheid, fenomenologie van perceptie, aanwezig. Maar enkel op een negatieve manier. Dat wil zeggen, die pathologie toont ons wat normaal aanwezig zou moeten zijn, maar in de pathologie niet is. En het is omdat ze in de pathologie ontbreekt, dat we geconfronteerd worden en zien dat het er normaal wel is. Een beetje naar het model van wanneer zal een vis zich realiseren dat hij water nodig heeft, wel als hij uit zijn aquarium is. Want hij leeft in die aquarium, dat is zijn omgeving. Hij heeft geen standpunt buiten dat aquarium, om te zien dat hij in water leeft. Het is maar op het moment dat hij eruit is, dat hij plotseling negatief ervaart, oei, zonder water kan ik niet. Bij Merleau-Ponty functioneert de referentie naar de pathologie op die manier. Niet bij Freud. Bij Freud gaat het om een positieve verwijzing. Het is te zeggen, de pathologie toont ons in positieve zin welke de fundamentele tendensen zijn die in het geval van de seksualiteit, omdat ik dat nu als voorbeeld genomen heb, aanwezig zijn. Dus de pervert, bijvoorbeeld de voyeur, toont ons niet door iets wat bij hem ontbreekt, wat bij ons aanwezig is, maar de perversie, voyeurisme bijvoorbeeld, toont ons wat bij iedereen aanwezig is. Er ontbreekt niks aan de voyeur. Het is een uitvergroting van iets wat bij ieder van ons aanwezig is. Dus de relatie tussen het inzicht over wat het menselijk bestaan, in dit geval de menselijke seksualiteit, betekent, en de pathologie is positief. Dus niet zoals bij Merleau-Ponty. Maar is het niet zo dat wat we normaal noemen, normaliteit, dat het aan verandering onderhevig is? Dus dat kristal, breekt dat niet in verschillende tijden op verschillende manieren uiteen? Ik ben blij dat je de vraag stelt, of ik weet eigenlijk niet of dat ik blij ben, omdat dat inderdaad een van de cruciale problemen is en een van de redenen waarom dat ik zeg, dat is een problematiek waarover nagedacht moet worden. Een van de moeilijkheden is, en ik denk dat uw vraag daar onmiddellijk bij aansluit, een van de moeilijkheden is, Freud zegt het volgende. Je hebt de pathologieën en die worden beschreven door de psychiatrie en de ontluikende psychiatrie op het moment van Freud. En die verschillende psychiatrische categorieën die tonen ons iets over wie of wat we zijn. Oké. Over wie of wat we zijn, zoals u terecht opmerkte, in universele zin. Het gaat over de mens als zodanig. Nu stelt zich daar
onmiddellijk het probleem, ja, maar die categorieën die de psychiatrie hanteert, hoe universeel zijn die? En dus, die blijken ook al aan verandering onderhevig te zijn. En niet alleen in de zin dat er altijd nieuwe bijkomen, maar ook in de zin dat bijvoorbeeld, wat men vergeet dat soms, maar als je zou gaan kijken wat dat Kreplin onder dementia praecox beschrijft, als dementia praecox en Bleuler onder schizofrenie, en dan zou gaan zien in de DSM wat dan nu schizofrenie is, dat is niet hetzelfde. En dus daar zitten allerlei problemen aan. En dat is natuurlijk een probleem voor zo'n wijsgerige antropologie die ons iets wil leren over wie of wat wij zijn zonder meer. Vanuit categorieën die historisch en contingent zijn, toch minstens op een bepaald niveau. Of tot op een bepaald punt. Dus dat is een problematiek waarvan ik denk, namelijk de status van die psychiatrische categorieën van waaruit de reflectie vertrekt. Dus de vraag naar de status daarvan behoort, wat mij betreft, wezenlijk tot de patho-analytische reflectie. Zoals Freud heeft geïntroduceerd. Ook al heeft Freud zelf die reflectie over de status van die categorieën niet doorgevoerd. Maar ik denk, wie zijn oorspronkelijke intuïtie, namelijk laat ons vertrekken vanuit de pathologie, ernstig wil nemen, zal op de vraag die gesteld een antwoord moeten geven en zal daar ook over moeten nadenken. En de relatie tussen de mens als zodanig en die categorieën thematiseren. Goed, daar zijn allerlei mogelijkheden voor, maar fijn, ik weet niet wat het antwoord is. Ja, ja, maar ik ben dan eigenlijk wel benieuwd, Paul Moyaert, zou het kunnen dat er een moment komt dat de doodsdrift dan niet meer in ons leeft? Zou dat kunnen dan? Eigenlijk is mijn vraag, bent u het met Paul van Houten eens? Met Philippe van Houten. Dat is een... ga dat duiden. Hij heeft veel dingen gezegd, hè. Hij heeft veel dingen gezegd. Jawel, die kerk kan bijtreden, dus ik op mijn manier gewoon kan hernemen. Neem gewoon hoe dat hij Merleau-Ponty uitlegt. Laten we aannemen dat het inderdaad een strekking is van mijn plezier. Ik heb geen reden om dat te betwijfelen. Maar je kan dus gewoon toepassen op de waan en op hallucinaties. Kijk, hoe dat men in de psychiatrie de hallucinaties definieert, komt ongeveer hierop neer. Die zien dingen die er niet zijn. Dus de waarneming functioneert niet goed, eventueel vermengd met de oordelen, want hij gelooft ook dat. Hetzelfde met wanen. Wanen, dat is werkelijk allerhande overtuigingen erop nahouden, die kan het nog wel raken, waar iedereen het over eens is dat ze niet kloppen. Goed, dan wordt als referentie een soort ideale referentie genomen. Het is een dysfunctie. Maar je kan ook een totaal andere houding aannemen. Het is de houding die bij de Deleuze terugvindt, maar die ook teruggaat op Freud. Te weten, wanen, iemand die waant en die hallucineert, dat is niet iemand die iets niet kan, maar iemand die iets kan. Je zou kunnen zeggen, iemand die waant kan veel meer dan wij. Veel meer, die heeft visioenen. Ik heb geen visioenen, mijn wereld is bijzonder flauw. Ja. Ik zie alleen wat iedereen kan waarnemen. Dat is niet veel, dat is niet. Maar iemand die hallucineert, die kan veel meer zien, veel meer horen dan iemand anders. Dat wil zeggen, je beklemtoont de kracht. Niet wat iemand niet kan, maar wat hij wel kan. Je zegt, ja, maar die vrouw, ik zeg toch wel. Want hij heeft altijd beweerd, en je mag dat niet onderschatten, hallucinaties en wanen zijn niet symptomen waarvan je moet genezen, maar zijn een onderdeel van de genezing. Nu, dit zijn revolutionaire beweringen. Als je dit nu gaat zeggen in de psychiatrie, dan zeg je, dit kan niet. Dit kan niet. Nochtans is het wel. Want iemand die waant, dat getuigt uiteindelijk van een enorme kracht van de geest. De geest die enorm veel gedachten kan produceren. Wat al tegen de doodsdrift ingaat. De vraag is ook ja. Dat wij... maar dat is een vraag. Ik heb er geen... Die interventiepol bij mij oproept. De vraag is natuurlijk ook in hoever de waan misschien niet wijder verspreid is dan wij denken. Oh ja, natuurlijk. Dus dat is evident. Alleen dat hij niet als zodanig... Dat vind ik evident. Dat we allemaal rare gedachten hebben, uiteraard. En overtuiging, dat is evident. Maar toch vaak wel dat gevoel voordat het ene klopt. En... Nou goed. Ja, ik zie daar nog een hand. Ik kom daarna bij u. Ik begin mee. Waar is de microfoon? Ja. Mocht mensen het achterin niet verstaan, herhaal ik het daarna nog even. Waarin
We hebben niet de tijd om al de theoretische complicaties van die theorie uiteen te zetten. Ik wil twee dingen wijzen. Natuurlijk gaan ze samen. Uiteraard gaan ze samen. Maar ja, maar die zijn altijd in elkaar verwikkeld. Maar doorgaans zegt men, filosofisch gezien, Freud heeft de grootste moeite om de doosdrift te denken. Ik geloof het niet. Eens als je werkelijk het Newtoniaanse machinerie erop nahoudt, dingen bewegen niet uit zichzelf, iedere actie is reactie, dan zit je er al in. De grootste moeilijkheid heeft hij om conceptuele levensdrift te denken. Ik heb daar geen woord over gerept. Geen woord. Dat is evident. Als je zegt dat alles scheikunde is, ook seksualiteit scheikunde, je zegt dat kan niet. Dat wendt op. Jawel, maar die opwinding is gewoon een aantal cellen die tegen elkaar botsen, waarvan alles uitkomt. Maar in die cellen zit geen leven. Dat is net hetzelfde. Wil seksualiteit zich voorplanten? Maar vergeet het of wat. Seksualiteit wil zich niet voorplanten, maar seksualiteit wil wat Fliep zegt. Lust. Denkt u dat u mijn zaadcellen geïnteresseerd zijn in voorplanting? Het kan die zaadcellen geen moer schelen. Geen moer schelen. Die willen gewoon lust. Denkt u dat die eicellen, dat die zitten te wachten op een zaadcel om bevrucht te worden? Het kan hen geen moer schelen. Dus de voorplanting is geen eis van de seksualiteit, maar is eerder een eis van de gemeenschap, van sociale discipline. En het is de sociale discipline die de lust die Philippe beschrijft niet wil hebben. Dus voorplanting heeft te maken met wat Foucault zegt, repressie van ontoelaatbare, onvruchtbare genietingen. En dat soort zaken. Maar dus, vooral filosofisch gezien is het uitdagend, maar dan brengt ons dat te ver. De grootste moeilijkheid heeft hij om Eros te denken. Eros, omdat Eros toch weer dat beeld oproept van een leven dat wil leven. Nee. Dat kan hij gewoon niet denken, want als hij daar terug begint, zit hij terug in de romantiek. À la Jung, à la Bergson. En metafysici die zichzelf ernstig nemen vandaag, die kunnen zo niet denken. Die kunnen het leven niet denken als uitdrukking van een wil of van een zin. Ik zag u net met een hand omhoog. Ja. Om identiteit te kijken, moeten we begrijpen, moeten we kijken naar perversies. Maar ja, nee, precies. Ja. U bent helemaal met u eens. Als ik u goed begrijp, denk ik dat ik het helemaal met u eens ben. Dus wat de beweging die Freud, de geste die Freud doet, door te zeggen, ik vertrek. Dus hij vertrekt inderdaad, zou je kunnen zeggen, van zoals u suggereert, maar u hebt gelijk. Dus daar worden op, ik zal niet zeggen arbitraire basis, want daar zit een logica achter, maar op basis van een bepaalde logica worden bepaalde identiteiten gedisqualificeerd. Wordt ten eerste bepaalde identiteiten gecreëerd en ten tweede gedisqualificeerd. Hè, want die perversies zijn een bedreiging voor de menselijke seksualiteit. Dus afblijven. Hè, niet doen. Enfin, ik weet niet wat. Dus dat is het uitgangspunt. En inderdaad, dus dat is een bepaalde... Je zou dat kunnen zeggen, je zou kunnen stellen, en ik zou het daar niet mee oneens zijn, dat is vanuit een bepaald establishment, een bepaalde machtsverhoudingen maken dat bepaalde dat die identiteiten gecreëerd worden en eens ze gecreëerd zijn tegelijk en om intrinsieke redenen worden gedisqualificeerd. Wat Freud doet, is precies, de grondslagen wegnemen onder de creatie van die identiteiten. Want zoals ik heb geprobeerd uit te leggen, om die identiteiten, om over perversies te denken, zoals de seksuologen dat deden, moet je uitgaan van de seksualiteit als een reproductieve functie enzovoort. En nu, wat Freud zegt is, je moet niet uitgaan van de seksualiteit als een reproductieve functie, je moet uitgaan van die verschillende perversies om te begrijpen wat de seksualiteit is. En de conclusie van die beweging is, en het resultaat van Freud zijn gesten is precies, dat de seksualiteit niet als een reproductieve functie kan gedacht worden en dus niet meer als een functie gedacht wordt die als zodanig beschreven kan worden. Bij gevolg vervalt, denk ik,
de impliciete kritiek die u formuleert, en terecht, met reden, het is te zeggen, men kan niet meer een groep mensen afzonderen die perverten zijn, hè, en die dus een bepaalde wezenlijke karakteristieken hebben die ze niet delen met anderen. Hè, want anders zou... Nee, in tegendeel, Freud zegt, nee, iedereen, de perversie zit in het hart van ieder van ons. Dus er is geen tegenstelling tussen mij, geen absolute, wezenlijke en essentiële tegenstelling tussen mij en diegenen die wij perverten noemen. Want theoretische gronden, op basis waarvan wij zo'n identiteit creëren, die gronden, daarvan heb ik net aangetoond, ik Freud, hè, enfin, niet ik Freud, maar Freud voor mij, dat die gronden geen stand houden. Dus wat Freud daar in die eerste twee hoofdstukken van de drie verhandelingen doet, is precies de kritiek van datgene wat u impliciet of wat expliciet ook en terecht aangeeft. Dus ja, ik ben het met u eens, maar ik denk dat Freud precies het materiaal aanlevert in die teksten om dat in vraag te stellen. En dat voor een deel precies zijn actualiteit daarin ligt. Dus ik weet niet of dat... Ik zou nog graag meer vragen uit de zaal willen doen, maar ik kreeg net een seintje dat het bijna tijd is. En ik heb nog één laatste, maar misschien gaan deze heren zo nog even mee naar het café en dan nodig ik u uit om ze aan te schieten. Maar dat stel ik bij deze voor, we zien het zo. Het is eigenlijk een heel eenvoudige laatste vraag die ik u beiden wil stellen. Wat is de toekomst van de psychoanalyse? Hoe gaat... Is een lang leven beschoren en hoe ziet dat leven eruit? Dat weet ik niet. Alles wat ontstaat, vergaat. Niets is van blijvende waarde. Ik zie geen enkele reden om te denken dat Freud tegen de tijd bestand zal zijn. Dat kan, ik weet het niet. Ja. Ja, maar dat neemt voor mij niet weg dat ik het werk nog steeds een van de meest fascinerende mensbeelden zijn. Ik kan misschien daarbij aansluiten. Vroeger, we hebben alle twee hoogleraar gehad als prof. Enfin, ik ga er geen naam op noemen, maar in ieder geval, een van de grote problemen waar hij mee worstelde, je kunt dat zien, al meer dan 10 jaar geleden gestudeerd, en dus Derrida, dat begon toen op te komen, in de jaren 70. En hij vroeg aan ons, en ons voortdurend, die prof vroeg ons voortdurend, of Derrida binnen 50 jaar nog iets zou voorstellen. Nu, op het ogenblik dat de man ons dat vroeg, was hij, laten we zeggen, 60. Wat dus iemand deed, de bedenking ontstaan, ja, wat maakt jij je eigenlijk zorgen over? Binnen 50 jaar zult jij er niet meer zijn. Dus of Derrida dan nog interessant zal bevonden worden of niet, dat is een volslagen oninteressante kwestie. En in een zekere zin denk ik dat we daar met dezelfde manier moeten mee omgaan. Ik weet niet wat er met Freud en de psychoanalyse zal gebeuren, maar voorlopig interesseert het mij, en ik ben blij dat u zo talrijk bent, dus blijkbaar zijn we niet alleen. En dus of dat daar binnen 20 jaar... Nog relevant zal zijn of op dezelfde manier, of voor mij zelfs even interessant zal zijn, dat weet ik niet. Maar dat moet dat ook niet weten, want inderdaad, niets is eeuwig en dat is eigenlijk maar goed ook. Ja, nou, dank beide dat u de interesse en fascinatie voor Freud met ons wilde delen vanavond. Dank.